Goeiedag allemaal en heel erg hartelijk welkom bij deze nieuwe creepypasta die ik zelf heb geschreven. Ik hoop dat jullie er weer van zullen genieten. Deze creepypasta heet Ik bezocht 's nachts mijn werk. Veel plezier. Dit verhaal speelt zich af toen ik net van school kwam, waar ik een diploma had gehaald in het boekhouden. Ik hield altijd al van het werken met cijfers en dit leek me de perfecte richting. Eerst een paar jaar werken op een kantoor en daarna zelf iets oprichten voor mensen die in de problemen zaten. Het kantoor waar ik ging werken stond in het midden van de stad waar ik woonde. Zo'n normaal hoog gebouw met veel ramen. Bijna de hele dag lopen er mensen in pak in en uit. De mensen waarmee ik samenwerkte waren aardig nors. Ze hadden altijd een norse uitdrukking op hun gezicht. Hun huid aardig bleek en donkere kringen rond hun ogen. Alsof ze dagen niet hadden geslapen. Het tweede rare van het bedrijf was dat we moesten werken met een speciale door het bedrijf geleverde inkt, rode inkt. Het was vreemd omdat we voor de inkt ouderwetse pennenveren moesten gebruiken. Waarom is dat? Vroeg ik aan mijn meerdere de eerste dag dat ik de inkt zag, zodat het beter is te lezen, zei hij. Net als bijna alle werknemers had hij een raspende stem en was hij zo mager als het maar kon. Bijna zo dat je zijn botten kon zien. Pas toen ik op een middag, 2 maanden nadat ik was begonnen, de kantine inliep, dacht ik een antwoord te hebben op het vreemde gedrag. Alle werknemers, behalve een paar die in dezelfde week waren begonnen als ik, hadden allemaal een glas met rode vloeistof voor zich. Ik keek er naar en even kreeg ik een geur in mijn neus. Tomaat. En toen begreep ik het. Ze dronken tomatensap. Ik zuchtte even voordat ik mijn eigen lunch pakte. Waarschijnlijk waren alle werknemers hier vegan of vegetarisch of zoiets. Logisch dat ze er zo ongezond uitzagen. Ze kwamen belangrijke bouwstoffen tekort. Tenminste, dat dacht ik op dat moment. En misschien was het daar maar beter bij gebleven. Het was ongeveer 10 weken nadat ik was begonnen toen een collega van mij naar me toe kwam. Hij was net door de baas in het kantoor geroepen en zag er niet blij uit. Dit geloof je niet, bries hij. Wat is er? Vroeg ik. Mijn collega zakte terug op zijn plaats en nam een paar teugen adem voordat hij zei: ze willen dat ik vanavond doorwerk. Hij wees naar het raam waar achter de directie zat. Omdat ik deze maand tekort kom of zo. Damn, mijn vriendin heeft deze avond, dat wordt een hel. Wil je dat ik je help? Vroeg ik. Misschien kunnen we de achterstand samen wegwerken. Als ik überhaupt zou weten waar het vandaan kwam. Ik dacht dat ik op koers lag. Maar ja, we mogen onze klanten niet laten schieten. Ik zoek het wel uit. Hij drukte op de startknop van zijn computer en begon door de bestanden te bladeren. Toen ik een paar uur later vertrok, was hij een inzinking nabij. Het bureau lag bezaaid met koffiekopjes, proppen papier, gebroken potloden en dossiermappen. Ik had best medelijden met hem. Thuisgekomen nam ik een douche en zette mijn pannen op het vuur. Net toen ik het water aan het porrelen bracht, ging mijn mobiel af. Jasper, zag ik op de display. Hey man, ben je er doorheen gekromen? Vroeg ik voor de grap. Maar toen Jasper antwoordde, trok al het bloed uit mijn wangen weg. Hij hijgde, alsof hij totaal buiten adem was en zijn stem trilde van doodsangst. Toen hij praatte, klonk hij vrij hol, alsof hij in een badkamer stond of zo. Freek, smeekte hij bijna. Bel de politie, nu, alsjeblieft, ze zullen me vinden. Het zijn geen mensen, het zijn... Zijn stem stokte en ik schrok toen ik een geweldige klap hoorde aan de andere kant van de lijn. Vervolgens klonk er een onnatuurlijk scheurend geluid, een gil van Jasper, een tweede klap, een krakend geluid en toen de stand-by toon van mijn telefoon. Ik drukte meteen op de replay-toets, maar dit apparaat is niet in gebruik. Probeer het later nog eens. Ik draaide het vuur uit, greep mijn jas, portemonnee en sleutels en rende naar de fietskelder. Een half uur later stond ik weer voor het gebouw waar ik werkte. Ik liep naar de ingang en tot mijn verbazing gingen de schuifdeuren open, terwijl die op deze tijd al lang dicht hadden moeten zitten. Was dat vanwege Jasper? Ik liep naar binnen en drukte op de knop van de lift. Die zoefde naar beneden. Nadat ik op de 6e verdieping was aangekomen, waar wij werkten, bleef ik in de gang staan. Het was een complete zooi. Een van de bureaustoelen was door het raam gegooid en de vloer lag bezaaid met glas.
Eén deur was compleet uit de sponning gerukt en lag op de grond. Ik had een angstig gevoel toen ik naar de opening stapte en sprong even op toen ik de liftdeur weer dicht hoorde gaan en de lift omhoog ging. Ik keek naar de nummers boven de deur en zag dat hij naar de 10e verdieping ging. Ik zuchtte, daar kon je alleen maar komen met een pasje en die had ik niet. Ik besloot in de werkruimte te kijken om te zien of ik iets van Jasper kon vinden. Ik was voorzichtig om te voorkomen dat ik te veel geluid maakte. Ik had een raar gevoel. Aangekomen bij de werkplaats van Jasper bleef ik verbaasd staan. Er zat een gigantisch gat in de tussenmuur tussen zijn bureau en die van degene tegenover hem, alsof er iets dwars doorheen was gesprongen. Zijn computerscherm lag versplinterd aan mijn voeten tussen papieren, koffiebekers en een fotolijstje. Over het kurkenbord aan de muur zaten diepe krassen, als van een groot beest. Jasper moet in paniek zijn weggevlucht. Ik zag schoensporen in de vloerbedekking. Zo te zien was Jasper door een koffieplas heen gelopen. Ik volgde de schoensporen die in de richting van de uitgang verdwenen. Nu ik wist waar ik naar op zoek was, kon ik ook in de gang de schoenafdrukken zien. Ze gingen in de richting van het trappenhuis. Ik duwde de deur open, die aardig zwaar was. Het trappenhuis was donker, alsof iemand of iets in de lampen had stuk geslagen. Ik hoorde het glas knerpen onder mijn voeten. De voetstappen hielden op dankzij het beton, maar ik kon zien dat iets met een gigantische kracht de trapleuning had verwrongen, alsof het ding wat Jasper had achtervolgd op de leuning was gesprongen en toen naar beneden. Ik daalde de trap af, zachtjes en voorzichtig. Toen ik bij de 2e verdieping aankwam, zag ik dat Jasper hier naar binnen was gegaan. Er zat een grote kras aan de onderkant van de trap die verder naar beneden ging. Alsof wat Jasper volgde had uitgehaald toen hij de trap blokkeerde. Ik keek naar de deur. Er zat een deuk in, alsof hij was dubbel gevouwen. Ik liep naar binnen. De 2e verdieping was de kantine en een paar schoonmaakkasten. Ik slaakte meteen een gil toen ik een grote plas rode vloeistof op de grond zag. Was het bloed? Maar toen merkte ik de scherf op en de open deur van de koelkast. Het was de tomatensap die de mensen hier altijd dronken. Jasper, riep ik, waar ben je? Geen antwoord. Ik doorzocht de verdieping. Overal was het een ravage. Ik vond de magnetron onder een stoel, met een ingeslagen ruit en rode vlekken aan de punten van het gebroken glas. Van één stoel was de poot afgerukt, die ik later in het plafond terugvond, als een speer die naar boven was gericht. Maar toen ik uiteindelijk helemaal aan de andere kant van de verdieping kwam, vond ik Jasper zijn telefoon. Het lag in een kast waarvan de houten deur compleet was versplinterd. Alleen een paar stukken hout aan de scharnieren waren over. Er zat een groot gat in het midden van de telefoon, waar een afgebroken bureaupoot doorheen stak, als een dolk. Ik werd wat onzeker van de ravage en besloot dat het de juiste tijd was om de politie te bellen. Maar toen ik mijn eigen telefoon pakte en wilde bellen, kreeg ik niets te horen. Zoals zo vaak lag de maatschappij er weer eens uit. Ik liep door de kantine terug naar de trappen om te proberen buiten te kunnen bellen. Maar toen ik de deur naar de begaande grond wilde openmaken, blokkeerde die. Ik drukte de balk naar beneden, maar het was alsof het mechanisme was verroest. Ik blokkeerde zonder mee te geven en ik kon er niet uit. Ik stopte even met ademen toen ik boven mijn hoofd een deur hoorde. Aan de afstand te horen kwam het van de 7e. Jasper, riep ik. Ben jij dat? Het was even stil. En toen klonken er grommende, snuivende geluiden. Gevolgd door voetstappen die haastig en met grote snelheid de trap afkwamen rennen. Ik verstijfde en overdacht mijn opties. Snel rende ik de trappen. De eerstvolgende deur waar ik door kwam was op de 2e. Maar het ding boven me kon sneller en ik vroeg me af of ik het zou halen. Net toen ik de overloop naar de kwam, hoorde ik een geluid dat leek op klapperende vleugels en een hoge schreeuw. Ook hoorde ik ijzer kraken. Ik nam een sprong en drukte de klink naar beneden. Net toen ik de deur dicht had gedrukt, kwam iets met een dreun
tegen de andere kant aan. Ik kon de brokjes beton tegen de deur aan horen vliegen. Snel keek ik rond en zag een bezem, die ik vliegersvlug pakte. Samen met een stuk brandslang probeerde ik de twee voorwerpen te combineren om de deur te blokkeren. Het wezen sloeg tegen de deur aan. Een bijna exacte kopie van wat ik eerder op mijn telefoon had gehoord. Snel rende ik naar de lift en drukte op de knop. De lift was nog steeds op de 10e verdieping en ik vroeg me af of ik op tijd zou zijn. Terwijl de lift naar beneden kwam, gaf het wezen aan de andere kant van de deur zo'n harde klap dat een deel van de deur bol kwam te staan. Er kwam ook een spleet tussen de deur en het hout. Ik zag een klauw met lange grijze nagels proberen de deur verder open te breken. Ik stond doodsangst uit terwijl de lift de 5e en de 4e passeerde. Het wezen gaf nog een klap tegen de deur en een paar klinknagels gaven mee. Ik kon twee vuurrode ogen zien die in het duisternis brandden als een stoplicht. De lift passeerde het 3e toen ik nog een klap hoorde en een hoek van de deur doorboog. Het wezen liet weer een schreeuw horen en probeerde door de deuropening te klimmen. Uit mijn ogen kon ik het licht van de lift zien door de streep. Ik stond bijna verstijfd te kijken, terwijl het ding, wat ik nog steeds niet thuis kon brengen, zich wegbaande door de opening. Ik hoorde het zachte geding van de lift en viel naar achter. Door de aanblik van het monster was ik naar achter gelopen en met mijn rug tegen de liftdeuren gaan staan. Op het moment was ik versuft, maar daar kwam ik snel overheen toen ik een schreeuwend geluid hoorde dat door merg en been ging. Ik stond op en drukte razendsnel op een van de liftknoppen. De deur schoof langzaam dicht, maar niet voordat het wezen een van zijn klauwen er doorheen kreeg. Zijn nagels groeven zich diep in het staal van de deur. Ik probeerde me opnieuw tegen de muur te drukken en viel bijna flauw toen ik zag dat het wezen de deur probeerde te openen. Mijn hand dook in mijn zak, eigenlijk niet wetende waar ik naar op zoek was. Maar toen vond ik mijn sleutelbos. Ik haalde de bos er vlug uit en stak een van de scherpere sleutels in de hand van het wezen. Het krijste en trok zijn hand terug. De liftdeuren klapte dicht en begon te zoomen. Het duurde een paar seconden voordat ik de kant in mijn lichaam terug had gevonden en kon kijken op welke knop ik had gedrukt. Geweldig. In de paniek had ik op de knop van de kelder gedrukt. Nog een kans dat het wezen me zou vinden. Ik pakte snel mijn telefoon en probeerde het alarmnummer. Goedenavond. 112, wat is uw noodgeval? Hallo? Ik zit in het kantoorgebouw aan de... Er klonk een droge klik. Verdorie, dat was ook zo. De kelder was geblokt van signalen door al het beton en aluminium in de vloeren en de muren. De lift stopte en de deuren gingen open. Ik drukte op de knop van de 1e verdieping. Maar op dat moment klonk er een knappend geluid. Er viel iets op het dak. Ik hoefde niet naar het donkere knoppenpaneel te kijken om te weten dat iets of iemand de kabels had doorgesneden of doorgebeten. Ik besloot dat het beste was om de trap te zoeken die bijna naast de hoofdingang uitkwam. De kelder was smerig en een plaats waar mensen niet kwamen als het niet nodig was. Ik stond in de buurt van de schoonmaakspullenopslag. Als ik 5 ruimtes wist te doorkruisen, zou ik bij de trap zijn. Ik begon te lopen en probeerde alles op geheugen te doen. Mijn telefoon had niet veel batterij meer en ik wilde het gebruiken als het echt nodig was. Ik voelde een aantal krassen. Ik voelde een aantal kasten. Ik wist dat hierna een kamer vol met kapotte bureaus kwam. Dus ik moest uitkijken voor splinters en stukken ijzer die uitstaken. Ik was ongeveer halverwege de kamer toen ik een vreemd licht zag. Het was een vreemde oranje gloed die nogal scherp afstak tegen de duisternis van de kelder. Ik hoorde een gil en de herkenning schoot door mijn lijf als een pijl. Ik probeerde naar de bron van het licht te lopen, zonder tegen een bureau aan te stoten. Ik had het gevoel dat wat er ook aan de hand was, het zeker niet legaal was. Uiteindelijk kwam ik uit bij een opening in de muur, waarvan ik zeker wist dat die er eerst niet was geweest. In het licht kon ik zien dat er een kast opzij was geschoven, zodat een deel van de kelder kon worden bereikt dat er eerst niet was geweest. Het licht kwam, dat ik eerder had gezien, kwam van een groot vuur in het midden van de kamer, achter de kast. Het vuur stond in het midden van een groot pentagram. De kleur
van waar het mee was getekend, deed me gruwelijk denken aan de vloeistof die ik in de kantine had gezien. Ik voelde het zuur in mijn keel opkomen, terwijl ik zag hoe uit de schaduw een aantal figuren naar voren kwamen. De figuren hadden dezelfde gloeiende rode ogen als het wezen dat ik eerder had gezien. En ineens herkende ik ze. De bleke gezichten, de donkere lijnen om hun ogen, de rode vlekken om hun mond van het tomatensap. Mijn collega's, tenminste de abnormale. De realisatie kwam ineens als een klap op mijn borst, terwijl ik zag hoe een van de CEO's aan een hendel trok. Een stel tandwielen begon te ratelen en uit het duister van het plafond kwam iets naar beneden. Of meer, iemand. Gewikkeld in de stalen kettingen die het bijna onmogelijk maakten voor hem om te bewegen, zag ik Jasper. Hij was bewusteloos en ik had een angstig gevoel dat hij ook niet meer wakker zou worden. Bid tot de heilige, hoorde ik ineens. Zo dicht bij me dat ik me half doodschrok. Maar het was gewoon degene die het dichtst bij me stond. Deze avond zal een andere onreine ziel het licht zien. Laat ons het ritueel beginnen. Een van de collega's pakte een kelk op die op een witte pilaar stond. Jaspers lichaam werd naar beneden getakeld, bijna in het vuur. Een van de mannen liep een marmeren trap op. Hij deed de mond van Jasper open en goot de vloeistof erin. Jasper kuchte en een beetje van de vloeistof liep uit zijn mond. De mannen gingen allemaal op een punt van het pentagram staan en hielden hun handen omhoog. Hun ogen kregen een nog doordringender rode gloed. Het pentagram begon te stralen. Op de rode lijnen steeg een soort straal op, als doorzichtige, mistige muren. En wat ik toen zag, deed mijn bloed bevriezen. De mist wervelde om Jasper heen en leek aan hem te trekken. Sterker nog, dat deed het. Ik kon zien hoe mist ook van zijn gezicht kwam, alsof het stoomde. En terwijl de stoom van zijn gezicht kwam, zag ik dat hij bleker en bleker werd. Zijn wangen vielen in, zijn lichaam vermagerde. Het leek wel alsof de jaren zich in rap tempo optelden bij zijn lichaam. En ondertussen zag ik het leven eruit wegvloeien. Toen, ineens kwamen de kettingen los en viel hij in de brandstapel. Ik kon nog net een schreeuw van angst onderdrukken, terwijl de mist weer terugkroop in de lijnen van het pentagram. Toen lieten de wezens hun armen zakken en sloten hun ogen. De rode gloed doofde. Ze bleven naar het vuur kijken, alsof het een kampeertrip was en ze zich wilden opwarmen. Toen, ineens rees er een steekvlam op uit de brandstapel die zich tegen het betonnen dak sloeg. In de flits kon ik een grote schroeiplek in het plafond zien, alsof het vaker was gebeurd. Toen zag ik een zwarte schim in de vlammen. De schim bewoog, alsof het uit de vlammen kwam lopen. Ik had niet gedacht dat, na alles wat ik had meegemaakt die avond, mijn verbazing nog groter kon zijn. Maar ik zag Jasper uit de vlammen lopen. Net als de andere collega's was zijn gezicht nu grauw en grijs en had hij een rode gloed over zijn anders bruine ogen. In zijn hand hield hij 6 karaffen vol met wat ik tot voor kort had gezien als tomatensap. Maar ik wist nu wat het was. Het duizelde me en ik deed een stap achteruit. Maar dit zorgde ervoor dat ik met mijn arm tegen een tafelpoot kwam. Het bureau stond al redelijk scheef en door mijn stoot viel die om. Wat zorgde voor een geweldig kabaal. Genoeg om de hele straat wakker te maken. Ik verstijfde en kwam pas in beweging toen ik iemand uit de ritueelkamer hoorde. Er is iemand! Grijp hem! Ik greep mijn telefoon en knipte de zaklamp aan. Dit zorgde ervoor dat ik snel de weg uit de kamer vond. Maar de wezens zaten achter me aan. Ik hoorde hetzelfde gewapper en geschreeuw dat ik al eerder had gehoord. Ik vloog naar de volgende kamer en klapte de deur dicht, hopend dat het me wat tijd zou geven. Maar ik was nog niet halverwege de kamer toen ik een krakend geluid hoorde en de stukken hout me om de oren vlogen. Ik voelde de grond dreunen toen een van de wezens me snel inhaalde. Ik drukte op mijn telefoon en draaide me om terwijl ik de flits van mijn camera gebruikte om de ruimte te verlichten. Het wezen schreeuwde en probeerde zijn ogen uit te wrijven. Ik rende snel door de volgende ruimte, terwijl ik een paar stoelen omduwde.
die zo de weg zouden blokkeren. Ik vond de trap, gelukkig. Toen ik bijna boven was, klonk er opnieuw een geluid. Het wezen dat me eerder in de lift had aangevallen, was in de lobby aangekomen. En zo te horen kwam hij mijn kant op. Ik daalde snel weer af naar de stoelenkamer. De andere wezens kwamen snel dichterbij, terwijl ze zich probeerden een weg te banen door de stoelenmuur die ik had gemaakt. Ik greep snel een van de poten en brak hem af. Op hetzelfde moment dat het ene wezen van boven aan de trap beneden kwam, braken de andere zes door de stoelenmuur. Ik schrok en zwaaide de stoelpoot in het rond, hopend dat ik een van de wezens zou raken. Ik liep achteruit, bang geraakt te worden door... Ze liepen achteruit, bang geraakt te worden door het scherpe uiteinde. Wat ik alleen niet had opgemerkt, was dat een van de wezens zich langs de groep had verplaatst. Ik zag ineens iets uit mijn ooghoek en wist nog net de stoelpoot voor me uit te steken. Het wezen krijste en gilde toen de spits hem doorboorde. Door de kracht verloor ik even mijn evenwicht, maar wist me te herstellen. En terwijl het wezen bleef roepen en schreeuwde, proberend om de staak uit zijn lichaam te krijgen, rende ik snel weer de trap op naar de lobby. De lobby was nu ook totaal verwoest. De glasplaat van de receptie was versplinterd. Een paar grote klauwafdrukken stonden op de muren. Een spoor van rode vloeistof leidde van de trap naar de kelder. Maar veel tijd om te kijken had ik niet. Ik hoorde de wezens aankomen en rende snel naar de deur. Net toen ik er doorheen rende, voelde ik een klauw in mijn shirt. Nee, riep ik. Ik landde met een klap op straat en keek naar achteren. De wezens grijnsden naar me en likten hun lippen met een krankzinnige grijns op hun gezicht. Hun ogen gloeiden als rode kolen in de duisternis van de lobby. Ik voelde het wezen me terugtrekken. Ik gilde, hopend dat iemand me zou horen in de donkere straten. Maar alles was uitgestorven. De wezens gilden van geluk. De greep om mijn shirt werd slapper. En ik voelde dat ik weer kon bewegen. Ik keek geschrokken naar achteren en kon zien dat de glazen schuifdeur was dichtgevallen. Blijkbaar reageerden de bewegingssensoren niet op de wezens. En dat was mijn redding geweest. Ik stond op en rende snel naar mijn fiets. Zodra ik thuis was, draaide ik alles op slot en belde de politie. Daarna deed ik alle kleren, inclusief mijn schoenen, in een plastic tas en sprong onder de douche. Daar zakte ik in elkaar en begon te huilen van angst. 2 uur later kwamen de agenten aan mijn deur. Ik had een oude pyjama aangetrokken en deed open, nog steeds trillend. Zo goed en zo kwaad als het ging, vertelde ik wat er gebeurd was. Niet dat ik verwachtte dat ze me zouden geloven. Toen vertelde ik wat er in de kelder gebeurde, herinnerde ik me de foto's die ik had gemaakt. Ik pakte mijn telefoon en fronste mijn wenkbrauwen toen ik door mijn galerij ging. Niets. Geen wezens met rode ogen, geen klauwen, geen tanden. Het enige wat ik kon zien waren de bureaus, de stoelen en de gloed van het vuur. Ik liet de agenten ook mijn kleren zien, waar nog steeds klauwsporen in zaten. De blik van de agenten veranderde toen ze het zagen. De vrouw vertelde dat toen ze aankwamen er niets was gevonden. Het kantoor zat op slot en was spik en span. Geen rommel, geen sporen van geweld, geen bloed, geen vernielingen. Het vreemde was dat ze ook in de kelder geen sporen hadden gevonden. Geen pentagram, geen hout, geen houtskool van het vuur. En dat was raar, omdat op de foto het licht van de vlammen te zien was. En toen vertelde ze iets waar mijn hart van stil stond. Op de tweede verdieping, in een schoonmaakkast, hadden ze het lichaam gevonden van Jasper. Met een stoelpoot in zijn borstkas. Volgens de agenten hadden ze maar 1 aanwijzing naar de dader. Een bos sleutels. En dat was het. Ik hoop dat jullie genoten hebben en ik zou zeggen tot de volgende keer. Tot ziens.